Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Ik sta in Maastricht op de Sint-Servaasbrug en die verbindt het stadsdeel Wijk met het centrum van Maastricht. Lekker over de Maas, prachtig uitzicht hier. Vandaag in de uitzending Beuzeltime. We hebben de scholenchallenge en natuurlijk beginnen we met het kerngezonde nieuws van deze week. De jongens onder 14 van SHH Herten kregen bij hun wedstrijd support van de bewoners van woonzorgcentrum Herten. De ouderen werden als ware VIP's ontvangen en getrakteerd op koffie, fly, een bloemetje en 3 punten. En uiteraard de ontmoeting met hun jongens. En ook in Kessel gingen de bewoners van het Hof van Kessel op bezoek bij een wedstrijd van de jongens onder 13 van VV Kessel in het kader van de buitenspelval. Ouderen mogen niet buitenspel staan. Als VIP's werden zij ontvangen met koffie en fly, een fraaie tribuneplaats en een leuke teamfoto. En een mooie overwinning van de boys. De kinderen van basisschool De Kweer in Neer maakten kennis met een aantal verschillende sporten. Zo leerden ze de basisbeginselen van het beugelen dankzij Beugelclub Onder ons Neer. Ook werd er een obstakelrun afgewerkt onder leiding van Riwa Delissen Beumers. En kregen ook nog een heuse bootcamp voor de kiezen. Conclusie? Deze kinderen zijn weer topfit. Wist je dat vele lunchrooms een kerngezond gerecht op het menu hebben staan? Gezond kan namelijk ook super lekker zijn. Kijk maar. En deze keer is het in de scholenchallenge de beurt aan basisschool De Glundering uit Halen. Om het beste beentje voor te zetten in onze superspannende scholenchallenge. En dit zijn de gekozen toppers voor het eerste onderdeel, het balpong. Wie gooit de bal in één van de vaten? Nummer 1 gooit boven zijn hoofd, maar de bal stuit via de rand weg. Jammer! Nummer 2 gooit snel, maar iets te laag. Nummer 3 neemt de tijd en met een mooi boogje zorgt zij voor de eerste 10 punten. Goed zo. Nummer 4 gooit iets te kort. Jammer. En ook nummer 5 gooit net niet ver genoeg. Dus 10 punten in de eerste ronde. Op naar de bandenrace. En deze kanjers gaan hun stinkende best doen. Daar is het startschot. Of fluitje. En nummer 1 gaat er als een haas vandoor. Supersnel. Goed gedaan. Nummer 2 laat er ook geen gras over groeien. Goed zo. En hoe makkelijk gooit ze die band om de paal, zeg. Girl power. Nummer 3 heeft zijn turbo ook al aangezet. Niet normaal dat tempo. Nummer 4 is al onderweg en ook zij heeft haast. Hoppa, nog 1. Nummer 5 heeft volgens mij straalmotoren. Hoe snel is hij? Wat een snelle tijd. En maar liefst 36 punten. Te gek. En totaal nu 46 punten. Op naar het vreselijke wasmachinebal. En deze helden van Halen mogen het onmogelijke proberen. De bal in een wasmachine gooien of schieten. Succes! Nummer 1 zit er net naast. Jammer! Nummer 2 mikt ook net mis. Wat een moeilijk spel. Nummer 3 focust zich super, maar ook nu net mis. Jammer! Nummer 4 gaat schieten. Hard! Maar de bal komt ook hard terug. Jammer. Nummer 5 gooit met 2 handen. Maar met hetzelfde resultaat. De wasmachines geven zich niet snel gewonnen. En ook nu niet. Het totaal aantal punten blijft hiermee op 46. Op naar het laatste onderdeel. De ijzeren bal. En de wereld staat voor deze durval op de kop.
maar duwen zijn teamgenoten ook snel genoeg deze ijzeren bal over het parcours? We gaan het zien. Duwen en in balans houden. Dat gaat goed en snel. En daar is de finish al. Dat wordt een toptijd. Maar liefst 38 punten en daarmee een eindscore van 84 punten. Wow! En daarmee een zesde plek in ons voorlopig klassement van onze scholenchallenge. Goed gedaan, Halen. Kom maar even wisselen, Pietertje. Tijd voor een peuzelsnack. Let op! Na het zien van dit filmpje loopt u het risico dat de kinderen extreem ontvankelijk zijn voor de komende lesstof. Tijd voor een peuzelsnack. Hey, wiki wacky wacky. Tijd voor een peuzelsnackie. Wow, ik ben in een onderwaterwereld. Ga je mee op avontuur? Ga maar staan en doe mij maar na. Hoe voelt het om gewichtloos te zijn? Beweeg maar eens met je vingers. Alsof je onder water bent. En dan gaan die handen mee. Het gaat allemaal langzamer dan normaal. En je armen. En je hoofd is ook zwaar als het beweegt, hè? Boven naar beneden. En we nemen de rest van het lijf erbij. Je benen en je voeten. Nou zijn we klaar om te bewegen. Oh, er komt een zeester van rechts. Oh, buik inhouden. Zwaai hem er even na. Hoe dans je nou eigenlijk onder water? Oh, een school vissen. Even bukken. Wow. En we gaan weer naar boven. Oh, het water is zo lekker. Voel je de stroming van links? Het is geen stroming, het is een haai! Wegwezen! Haaien! Tijd voor een peuzelsnack. Wow, peuzelsnack, peuzelsnack, peuzelsnack. Tijd voor een peuzelsnack. Daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering van Kerngezond TV. Ik bedank jullie voor het kijken en wens jullie allemaal een kerngezonde week toe. Tot volgende week en ik ga even shoppen in Maastricht. Hoi!